Hey, meneer Beck. Jou waait alles aan. Maar ik heb nieuws. Dat vast zorgt voor een traan. Dus André, die bedankt je voor het gebruik van je kar. Er gebeurde iets vervelends en het is best wel bizar. Grootmoeder had in een bekertje gepiest. André zet het naast zich neer, bang dat hij het verliest. En nu dan het ergste. Hij was op weg naar de dokter en nam een scherpe bocht. De beker die viel om en weg was al het vocht. Snappen heel erg goed hoe vervelend dit is. Maar maak je niet druk dat je kar ruikt naar vis. Want jij blijft toch een knapperd.